Een goed mens. Nou, de titel zegt het al een beetje. Hoe word je een goed mens? Een oudere man, die ben ik dus, een psychiater, die terugblikt op zijn eigen leven. Hij is gestopt met werken. Hij zit tussen de pakken, hij is aan het inpakken en hij gaat zijn praktijk sluiten. En dan komt er nog een onverwachte cliënt binnen, een patiënt. En die blijkt veel en veel meer te weten van hem dan een normale patiënt van de psychiater weer. Wat doet u hier? Ik zit te wachten. Op wie? Op u. Wij hadden een afspraak. Wanneer? 2 uur geleden. Het is een terugblik op een leven waarin de vragen vrij pittig worden gesteld aan de twee heren die erin spelen. Hebben ze het goed gedaan en hoe zouden ze het beter hebben kunnen doen? Ja, de twee samen proberen een antwoord te vinden op de vragen van het leven. Waarom zou je een goed mens willen zijn? Omdat je geen slecht mens wil zijn. Ik wilde dit stuk graag spelen omdat toen ik het las voor de eerste keer, moest ik er hard op om lachen. Ik vond het zo geestig en goed geschreven stuk. En ik dacht, dit moet ik doen. Alles wat hier in mijn leven, wat mijn leven waardevol heeft gemaakt, komt in dit stuk terug. En ik denk dat dat voor het publiek ook zo geldt, dat die zo verschrikkelijk veel herkennen. Je wordt wel een aantal vragen gesteld en een aantal dingen worden je voor de voeten geworpen waar je wel over na kan denken. Zonder dat het loodzwaar wordt, want dat is de kracht van het stuk wat Philip Broekman heeft geschreven. Hij gaat heel erg de diepte in en voordat het zwaar wordt, komt hij eroverheen met 3, 4 waanzinnig goede grappen. Waarom gaat u niet weg? Ik kan geen afscheid nemen. Is dat het? Alle emoties die een mens doen leven, zitten in dit stuk verweven en wordt op een voortreffelijke manier in woorden omgezet. Nou, ik denk dat iedereen dit stuk heel veel dingen zal herkennen, want iedereen kijkt wel eens terug op zijn leven en vooral bepaalde beslissingen die hij genomen heeft, keuzes die hij gemaakt heeft. En dan ga je je afvragen, waren dat wel de juiste keuze? Had ik hier niet beter rechtsaf in plaats van dat ik in plaats van linksaf kunnen moeten gaan? En dat zijn interessante vragen en vooral omdat als je er goed over nadenkt, bijna altijd de keuze die je gemaakt hebt de juiste is geweest. Dan moet je er vrede mee hebben. Omdat natuurlijk elk pad dat je bewandelt ook weer zijn eigen hobbels kent. Een pad zonder hobbels is er ook niks aan. Je kunt iedereen ontlopen, behalve jezelf.